Het Go Atheneum in Gerardsbergen biedt een brede waaier aan studierichtingen aan. En in het domein STEM in de arbeidsmarktgerichte finaliteit is dat onder meer hout. Hout is dus een richting in de arbeidsmarktfinaliteit. Dat betekent dat je wordt geacht om na je secundair te gaan werken. Het bestaat voor een stuk uit algemene vorming, bijvoorbeeld Nederlands, andere talen ook, rekenen, geschiedenis en dergelijke meer. Dus er is een algemeen gedeelte, maar een belangrijk deel of het belangrijkste deel gaat natuurlijk over vaardigheden, stemvaardigheden ook, met betrekking tot de hout- en bouwsector. Dus een groot stuk van de uren die je op school spendeert is in het praktijklokaal waar je houtbewerking gaat volgen en uitvoeren. Voor wie is deze richting bedoeld? Voor leerlingen die goed zijn met techniek en dat ook graag doen. Het is de bedoeling dat je ontwerpen maakt en ook constructies in hout en in plaatmaterialen. Een heel groot stuk, zoals ik al eerder zei, van je lessen of van de lespraktijk gebeurt in een praktijklokaal. En je werkt met verschillende materialen, gereedschappen en technieken. En het is de bedoeling om constructies en of installaties te maken. Dus als dat je ding is, dan is hout of houtbewerking zeker een richting voor jou. Door de onderwijsvernieuwing veranderen een aantal richtingen van naam. Daardoor is de uitleg die ik nu ga doen niet zo heel eenvoudig. Maar ik ga toch proberen om het zo duidelijk mogelijk te schetsen. Ik zal het concreet maken. Als je in het komende schooljaar 2021-2022 instroomt in het derde jaar, dan kom je terecht in de richting hout. Als je dan overgaat naar het vierde jaar, dan zit je eveneens in de richting hout. Ik zit nu op de onderste rij van de tabel. En dan in de derde graad, dat betekent als je van het vierde naar het vijfde jaar gaat, dan zal er de mogelijkheid zijn ofwel om binnen- en buitenschrijnwerk te volgen, ofwel om binnenschrijnwerk en interieur te gaan volgen. Het staat nog niet volledig vast welke van de twee dat zal zijn. Na je zesde jaar kan je ervoor kiezen om ook een zevende jaar te volgen. Voor de mensen die instromen in het derde jaar zal dat dan gaan over interieurbouwer. En die kan je ook in duale vorm gaan volgen, zal ik zo dadelijk wel nog iets over zeggen. Als je in het komende schooljaar 2021-2022 instroomt in het vierde jaar, dan kom je terecht in de richting houtbewerking. En als je daar slaagt, dan ga je over naar het vijfde jaar, dan kom je eveneens in een richting genaamd houtbewerking. En als je die na het zesde jaar vervolledigt, dan kan je ook kiezen voor een zevende jaar. Als je instroomt in het vijfde of in het zesde jaar, dan kom je terecht in de richting houtbewerking en kan je dus inderdaad ook na je zesde jaar kiezen voor een zevende jaar interieurbouwer. Wat is nu duaal onderwijs? Duaal onderwijs betekent dat je, in dit geval het zevende jaar, interieurbouwer, dat je dat eigenlijk gaat afwerken in een combinatie met werken. Dus het merendeel van de tijd zal je op de werkvloer zijn en twee dagen in de week kom je naar school om de nodige lessen te volgen. Waar kan je terecht op de arbeidsmarkt als je uit deze richting afstudeert? Je kan als binnenschrijnwerker, als interieurbouwer of als buitenschrijnwerker aan de slag. Dat hangt natuurlijk nog af van de keuze die we als school ook maken in de derde graad als het gaat over de onderwijshervorming. Voilà, als je meer info wilt, dan zou ik je willen verwijzen naar onze website. En als je daar de nodige informatie niet vindt, stuur dan zeker een mailtje naar info@kagerardsbergen.be.